De particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO is bezig een voorstel uit te werken voor een tariefsaanpassing voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Onlangs hebben bushouders aangegeven dat zij 10 SRD willen voor een stadsrit. John Mahadeo Singh, voorzitter van de PLO, weet niet hoe zijn leden aan dit bedrag komen. Echter meet hij dat dit bedrag gezien de economische situatie in het land niet voldoende zal zijn. In het voorstel dat PLO uitwerkt zal een stadsrit meer dan 10 SRD kosten. Er moet een aanpassing komen, zo niet. Dan moet de overheid kijken wat ze gaan doen daarmee. Want laat maar het direct zeggen, het is niet 10 SRD. Mm-hmm. Het is meer dan dat wat ons calculatie nu aangeeft. Ik denk niet dat het bushouders zijn die bij ons aangesloten zijn. Mm-hmm. Of jongens zijn die werkelijke calculatie hebben gemaakt. Ik weet het niet, maar ik denk niet dat 10 SRD haalbaar is. Ik bedoel, voor de bushouders is 10 SRD te weinig. Mahadeo Singh geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan het afronden van het voorstel van de tariefsaanpassing. Samen met een externe commissie van TCT, die ook werkt aan een eigen voorstel, zullen de tarieven worden vergeleken om daarna een nieuw tarief vast te stellen. Ik kan niet exact nog zeggen, omdat er dus nog in onderhandelingen zijn. Mm-hmm. Dus een exacte bedrag kan ik niet geven. Anders is het te veel, misschien is het te weinig. Dus het beste is dat we gewoon uitkomen, samen uitkomen. Dat presenteren aan de minister en dan kunnen we dat misschien bekendmaken. En binnen hoeveel tijd zal dat geschieden? Het moet zo snel mogelijk gebeuren, dus ik hoop dat het van de week afgerond is, deze week, komende week. John Mahadeo Singh, voorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie, over de gewenste tariefsaanpassingen van de bushouders.